Mijn favoriete innovatie. Dat is eigenlijk het werk van Amos Tversky en Daniel Kahneman. Twee economisch psychologen die eigenlijk het hele denken in mijn wereld, in de gedragswetenschap, op de kop hebben gezet. Vroeger dachten we, mensen doen alles uit vrije wil, wilskracht. Nu weten we, het grootste deel van wat je doet is automatisch, onbewust en irrationeel. Dat heeft alles veranderd. We gaan het hebben over innovatie. Maar dan niet over de technische kant van innovatie, die is natuurlijk ook interessant, maar over de kant die ik nog veel interessanter vind, namelijk de menskant van innovatie. Hoe kom je tot nieuwe ideeën? Hoe zorg je dat die ideeën ook succesvol naar de markt worden gebracht? Ik ben er heel trots op dat ik mag spreken op jullie congres in juni. Ik hoop je daar te zien. Zorg dat je erbij bent.